De Heer Kok is een restaurant gevestigd in Vught, in Noord-Brabant. Wij bestaan inmiddels alweer ruim 15 jaar. En als ik het over wij voor hem heb, heb ik het over mijn vrouw en ik. Kirstie de Heer en John Kokken. Dan hebben we ook gelijk de achternaam natuurlijk genoemd. En sinds 9 jaar in bezit van een Michelinster. De eigenschappen van een goede leider zijn volgens mij, wij zijn best wel een self-made bedrijf. Dat wil zeggen dat het bedrijf gewoon loopt waar iedereen zijn inbreng in heeft. Maar je merkt natuurlijk wel dat ik zeg maar de eigenaar ben en toch de eindverantwoording heb, waardoor ik dus mensen echt aan moet sturen. En dat kan natuurlijk alleen maar door communicatie. Ik bezit die leidinggevende kwaliteiten zeker. Ik heb dat wel moeten leren. Je hebt te maken met emoties, je hebt te maken met gevoelens, je hebt te maken met die heeft een keer zijn dag niet. Dus ik ben wel een type die geen allemansvriend, zeker niet, want dan kun je een bedrijf niet runnen. Dat heb ik wel geprobeerd vroeger, maar dat werkt echt niet. Maar ik probeer wel aan te voelen hoe iemand zich op dat moment voelt. Dat stukje cultuur in je team behoud je denk ik door te praten. Hè? Dat kwartiertje in die week doet eigenlijk al genoeg. Hè? Soms bouwt de irritatie zich zo daadwerkelijk op dat het opeens explodeert en dat het dan al te laat is. Nou, ik ben sowieso geen schreeuwende chef. Ik heb natuurlijk wel eens mijn momenten dat ik denk van nu is het echt klaar en dan is de grens bereikt. Maar een Gordon Ramsay zou ik sowieso nooit worden. Ik denk dat het ook heel veel show is voor tv. Dat willen mensen natuurlijk wel heel graag zien. Dat programma Chef in Europa, waar ik nu 2 keer aan mee heb mogen doen, heeft natuurlijk alleen maar te maken met aansturen. Want je kunt niet anders dan via je oortjes die bekende Nederlander aansturen. Dat vond ik even heel moeilijk, omdat je soms dingen vanzelfsprekend ziet. Nou moet ik je zeggen, een heel bekende collega uit de horeca, Therese Boer van de Libraaien in Zwolle, heeft ooit een stukje geschreven dat niks vanzelfsprekend is. En dat vind ik wel echt een gouden stelregel waar ik me echt aan vasthoud, want het is echt zo. Ik vind een van de meest stressvolle momenten vind ik als kok, als een ongereserveerd een vegetariër binnenkomt. Die graag 5 gangen wil eten en die ook nog lacto is, dus geen melkproducten mag. Die niet van paddenstoeltjes houdt, die niet van truffel houdt en liefst niet van groenten. En dan nog snel weg moet zijn, dat is voor mij stress. Ben 7 jaar geleden heb ik een behoorlijke man met de hamer gezien. Heb ik nierkanker gehad. En ik heb echt voor mijn gevoel wel een leven voor en een leven na. Vroeger zag ik echt alles als een obstakel en nu denk ik, ik ga er gewoon in en ik kijk al hoe ik daaruit kom. Thuis koken eigenlijk heel weinig. Ik vind het ook echt niet leuk om thuis te koken. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat mijn vrouw nog als het handje van om koude borden te gebruiken. Ja, dat trek ik niet. Mijn held is denk ik wel Prince. Helaas onlangs overleden, maar ik denk wat die man heeft gedaan. A, in de muziek, en dan heb ik helemaal niet te maken met koken, maar wel met creativiteit. Ik denk dat wel mijn held is op dat gebied. Ja. Vernieuwend, vooruitstrevend, kwalitatief. Ja, dat is wel mijn held. Ja. Ik denk dat ik mensen zou willen inspireren om mij heen, om het allemaal niet zo zwaar te zien. Dat het leven echt wel heel erg leuk is. En dat klinkt allemaal heel erg trutterig bijna. Maar doe gewoon even normaal en blijf gewoon lekker bij jezelf. En weet je, maak het gewoon fijn voor elkaar, weet je wel. Blijf communiceren, zorg dat die verbintenis goed blijft. Gewoon lekker leuk zijn.